Welkom vanuit Emmen. Het zijn dus de oudste supporters die Emmen heeft. De oudste seizoenkaarthouders die Emmen heeft. Die zojuist het veld op zijn gekomen. Terwijl we kijken naar de opstelling van Emmen. De 4-2-3-1 formatie van Dick Lukien. Ongewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Van 2 weken geleden. De spelers op de bank hebben Lukien dus niet kunnen overtuigen. Want de coach van Emmen heeft geen wijzigingen doorgevoerd in zijn opstelling. Dan gaan we naar de opstelling van Heerenveen. Geen Halilovic, die wel terug is van schorsing. Simon Olsson blijft staan op het middenveld. Van Ottele speelt centraal achterin in plaats van Van Aken. Die is niet van de partij. Keulert vervangt Kaip als linker wingback. En Haaien keert terug op het middenveld van Heerenveen. De spelers gaan staan rondom de middencirkel voor een minuut stilte. Voor de slachtoffers van het stadiondrama in Indonesië, niet te bevatten wat daar is gebeurd. Een zeer respectvolle minuut van stilte. Muisstil aan de Oude Meerdijk op deze zondagavond. Veendorp. Goed balletje van Veendorp. Rui Mendes. En hier de eerste kans voor Emmen. Dat is een aardige mogelijkheid voor Mark Diemers. Handig verlengd. Tahiri. 3 spelers van Heerenveen in het strafschopgebied. Daar was Sar. Uiteindelijk is dit het schot van Haaien. Het zag er alweer dreigend uit. Veendorp. Daar gaat Rui Mendes weer. Ontsnapt uit de rug van Van Ottele. Slim positie gekozen door Rui Mendes. Diemers niet, maar wel vlak. Dat is al een moeilijkere redding voor Noppert. Toch wat paniek achterin bij Heerenveen nu. Dit is natuurlijk geen terugspeelbal. Maar dat was een zeer overtuigend schot van Jari Vlak. Emmen dat inmiddels alweer in de aanval is. Nu dit schot van Diemers dat wordt aangeraakt. Van Ottele. Olsson. Loopactie van Van Ewijk. Vlag blijft omlaag. Van Ewijk glijdt uit, raakt de keeper. Nu is er alsnog gevlag voor buitenspel. Kijk, dit is vrij duidelijk buitenspel voor Van Ewijk. Goeie bal van Burnett Romani. Dat is een echte kans. En daar doet hij dan eigenlijk veel te weinig mee. Want vanaf die plek verwacht je toch in ieder geval een schot op doel. Van Beek. Ingedribbeld. Door Van Ottele. Overname Emmen. Bernadou. Gaat er overheen bij Van Beek. Is een goede bal van Bernadou op Rui Mendes. Zivkovic voor de goal. En daar is hij bijna. Rijgairo Zivkovic. Hele goede tegenstoot natuurlijk van Emmen. Als Heerenveen de bal iets wat knullig verliest. Emmen snel omschakelt. Eigenlijk dat wat het wapen is van Heerenveen. Fijne bal dit van Bernadou. Die eerst Van Beek passeert. Hij geeft hem met buitenkant rechts. Perfect in de loop bij Rui Mendes. Vlak. Kan Romani nu overslaan. En hier de bal weer oppikken vlak. Rui Mendes. Zivkovic gestart. Daardoor komt de ruimte aan de linkerkant voor Burnett. En de bal schiet door. En levert de kans op. Maar Romani schiet hem naast. Niet helemaal zoals Emmen het bedacht had. Maar soms loopt het zo. Rui Mendes. Keulert.
gaat eens aannemen en kijken. Kijken naar wie er vrij is. Dat komt het tempo niet echt ten goede. Je hoopt op wat meer verrassing. Olsson is wel een speler die kan versnellen. Tahiri. Combinatie doorzien door Emmen. Araujo gaat nu met grote passen voorwaarts. Paasje er tussendoor. Rui Mendes komt er niet aan. Zivkovic liep van de bal weg. En dus past het weer niet voor Emmen. Goed verdedigd Bernardo. En prima keeperswerk natuurlijk van Noppert. Heerenveen slaagt er niet in om snel om te schakelen. Daar waar de ploeg natuurlijk wel in de eerste maanden van het seizoen behoorlijk succesvol mee is geweest. En uiteraard ook dankzij een goede organisatie. Weinig tegengoals in tegenstelling tot Emmen. 7 tegengoals slechts voor Heerenveen. Waarvan 5 in de wedstrijd in Amsterdam tegen Ajax. Daar waar Emmen maar liefst 18 doelpunten om de oren kreeg in de eerste 7 wedstrijden van het seizoen. Sar. Geen tijd om te schieten, maar wel hier voor Van Ewijk. En dat is de beste kans voor Heerenveen tot dusver vanavond. Amin Sar behoudt uiteindelijk het overzicht. Van Hooijdonk is er ook. Nou, het is niet voor niets dat Sar in dit seizoen al 4 keer een ploeggenoot heeft laten scoren. Meestal is dat Van Hooijdonk. Nu had het Van Ewijk kunnen zijn voor Heerenveen. Olsson. Emmen neemt weer over met Bernardo. Zivkovic. Diemers. Voor wie? Al wordt de bal nog binnengehouden door Romani. Die gaat er dan toch ook in één beweging langs bij Van Ewijk. Vlak met de binnenkant geschoten. Daar ligt Noppert niet wakker van. Nu die dubbele wissel bij Heerenveen. Sidney van Hooijdonk gaat naar de kant. Voor hem komt Colasin. En ook einde wedstrijd voor de Zweed Simon Olsson. Halilovic zijn vervanger. Voorzitter heeft het naar zijn zin. Wil er ook zien dat Emmen wint. Haaien. Sar. Sterk weer Araujo. Bouchouari. Burnett gaat het proberen. Nee, Burnett gaat het helemaal niet proberen. Geeft de bal aan Asenoun. Valt goed die bal voor Emmen. De mogelijkheid voor Bouchouari. Langs de lijn trekt Lukien de haren uit zijn hoofd. Dat zijn er niet zoveel. Maar die zag dat dit een kans in de maak was. Haai. Tahiri was helemaal vrijgespeeld, had dat zelf niet echt in de gaten. De doelpoging is uiteindelijk ongevaarlijk van Colasin. En nu Heerenveen weg met Colasin. Maar die bal is voor de keeper. En dan wil het publiek heel graag dat Emmen nog een keer vol voor de overwinning gaat. In de tweede minuut van de extra tijd. Maar levert Bouchouari vrij gemakkelijk toch die bal in. El Mesaoudi gaat de strijd aan met Haaien. En wint die strijd daar op het middenveld. Veendorp.
Nog maar een keer Rui Mendes. Bal wel op zijn knie. Nadat Bochnjevic eronder doorgaat. Halve minuut nog. Bouchouari. Ingewikkelde bal voor Rui Mendes. Ingooien is nog voor Emmen. Hoe lang laat Lindhout zo dadelijk nog doorvoetballen? Want er is geen tijd meer. Haaien zet nog een blok bij Rui Mendes. En dan zit de extra tijd erop en fluit Allard Lindhout voor het laatste en eindigt het hier. Bij de wedstrijd Emmen-Heerenveen in 0 tegen 0. Op voorhand zou Emmen daar misschien wel vrede mee kunnen hebben. Maar uiteindelijk is het op basis van de wedstrijd van vanavond teleurstellend. Emmen kreeg de betere kansen in de eerste helft, maar ook na rust. Heerenveen stelde teleur en speelt al voor de vierde keer in dit seizoen met 0-0 gelijk. En neemt dus wel een punt mee naar het Abalensa Stadion. Maar als er één ploeg het vanavond enigszins verdiende, dan was het de formatie van Dick Lukien. Emmen pakt weer eens een punt nadat het de laatste vier wedstrijden verloor. Het eindigt vanavond aan de Oude Meerdijk, toch teleurstellend, in 0 tegen 0.